Ja, het is absoluut een bijzonder moment. Het is, je zag al een moment ervoor, toen Sang hem volgens mij nog voor zijn neus weggleed, dat hij wel duidelijk op zoek was naar dat moment. En het is voor Nathan was het heel speciaal. Ik bedoel, het is een loodzware week, moment geweest voor hem. Dus het was wel heel veel emoties zat erin. Niet alleen bij hem, ook bij ons, bij de ploeg. En dat hij hem juist mag scoren, dat maakt het wel speciaal. De bevrijdende treffer, daar zijn wij heel erg blij mee. Maar ik denk dat hij vooral blij mee is, zodat hij de mensen die hij vanaf nu moet gaan missen, dat hij die op een mooie manier vanavond naar bed kan gaan. Je zegt al een loodzwaar moment voor hem. Buiten dat ze landgenoten zijn, kende hij die jongens ook? Ja, hij kende twee jongens. Waarvan, heel goed. Dus dat maakt het heel zwaar nogmaals voor ieder. Wij zijn daar natuurlijk nu ook bij betrokken. Wat directer dan dat je normaal bent. En je weet zelf, het is heel pijnlijk als een van jouw mensen waar je goed mee samenwerkt. De sfeer, nogmaals, los van de resultaten, is altijd goed geweest. De jongens werken keihard met elkaar. Ja, dat raakt je. Is dat moeilijk? Of hoe ga je daarmee om met zo'n situatie? Ja, ik van mijn kant en mijn staf, wij zeuren minder aan zijn kop natuurlijk in deze periode. Ik kan me voorstellen dat hij niet altijd op ons zit te wachten dan in dit soort momenten. En daarom zeg ik, wij zijn allemaal hartstikke blij dat het voor hem nu vanavond zo loopt.